Hallo mensen en welkom bij een nieuwe Minecraft video. Ik sta alleen niet in mijn prachtige survival huisje. Ik speel een custom map. En ik heb hier een hele mooie skin die ik heb gekregen van iemand op de Discord. Discord.gg/Duncan en dan hashtag Minecraft creaties om jouw eigen kerstskin bij mij in te sturen. Wie weet laat ik hem wel zien bij de survival aflevering. Maar goed, we zijn hier dus eventjes in een custom map. Dit is een Christmas Find the Button. Hij is gemaakt door Lockwood for Life. Ik weet niet precies wat die naam betekent, maar hij heeft deze map in elkaar gezet. Hij zegt niet dat het foutloos is of whatever. Het is ook bijna niet gespeeld, dus ik hoop dat het een goede map is. En waarschijnlijk ken je Find the Button wel, dat is dat je een knop moet vinden. Rules, be an adventure. Nou, als het goed is zijn we dat, maar ik zal toch eventjes game mode adventure typen in de hoop dat het werkt. Ik heb niet eens gezien of het werkt, maar dat maakt niet uit. Try not to die, I'm not sure how to make you immortal. Waarom doet hij elke woord met een hoofdletter? Glowing is optional to find others. Ik weet niet wat dit inhoudt, maar we doen het er even uit. Have fun. Oké, wauw, hij plucht zijn eigen YouTube niet eens. Dat is nieuw. Bij de custom maps op Fortnite had je echt altijd mensen die zeiden... Hey, abonneer op mijn YouTube kanaal en gebruik mijn creator code voordat je de map überhaupt speelt. Ik ga ook niet zeggen... Hey jongens, abonneer even op mijn YouTube kanaal. Ik wil 335.000 abonnees halen, maar ik geef je niet eens content. Snap je wat ik bedoel? Ja, oké, mooi. Eventjes kijken. We hebben hier dus een hele kleine woonkamer. Lockwood for Life. Oh, dit is hem. Hi. En hier is de button. Denk ik, neem ik aan. Dit is dus 1.14.4 uit mijn hoofd. Dus dat is wel geinig. Maar wait, er zijn meerdere knoppen. Oh, hold up. Dus wacht even. Dus als we hierop drukken... Oh, dit was hem wel dus. Oh, dit is level 1. Ik dacht al, wat een makkelijk level. Ja, we gaan gewoon eventjes lekker rondlopen. Het is niet heel ingewikkeld. Ik vind het wel jammer dat het weer zo matig is. Weather clear. Ja, weet je wat het ding is? Ik ga niet de hele tijd door die regen lopen. Want dat is heel vervelend voor de bitrate. En dat is ook echt een pokkenherrie. En ik wil juist dat dit een beetje een kalmerende video is. Ik moet namelijk iets opbiechten. Ik ben heel vaak ziek. Waarschijnlijk weten heel veel mensen dat inmiddels al. Nou, heeft mijn vader dus griep gehad de afgelopen dagen. En dat vind ik heel vervelend voor mijn vader. Maar ik heb nu dus ook keelpijn. Ik ben waarschijnlijk aangestoken. En dat is zuur. Want gezondheid is belangrijk als YouTuber. Je wilt zeg maar altijd wel gezond en fris zijn. En als je dus keelpijn hebt, dan is het niet slim om op te gaan nemen. En dat is ook een beetje waarom ik een custom map vandaag speel. Ook omdat ik er best wel zin in had om weer eens een custom map te spelen. Sinds volgens mij echt meer dan een jaar. Maar ook omdat mijn Minecraft Survival afleveringen, die duren gemiddeld iets van een uurtje of drie maximaal. En dat is best wel lang. Dus ik dacht, hey, weet je wat? Ik ga wel gewoon een custom mappie doen. In de hoop dat mensen dat leuk vinden. En ik vind het zelf ook wel leuk. En dan is het ook iets minder intensief voor mijn keel. Dus dan kan ik hem iets meer laten rusten. En dan komt dat vanzelf ook wel goed. We moeten alleen eventjes kijken waar die stinknop is. Ik heb het idee dat die daar zit, maar die jump was niet haalbaar. En dit ook niet bepaald. Dus het zit waarschijnlijk ergens hier in zo'n geniepig hoekje aan de zijkant of zo. Ja, kijk. Hoppa, yes. Dat was level 1. Dat was best wel ingewikkeld. Er zijn 10 levels dus. Dus ik kan een minuutje ongeveer doen over elke level. En dan heb ik de 10 minuten wel voor mijn video. Waarschijnlijk ga ik er langer over doen dan dat. Ik heb ook het idee dat dit echt de ultieme troll is voor de knop. Ik heb het idee dat als we dit parcours klaren, dat we dan niet eens beloond worden met een knoppie. Tenminste, tenzij we die knop al vooraf kunnen spotten. Dat zou nice zijn. Want ik heb geen zin om dit helemaal af te leggen. Eigenlijk! Kijk, wat nou als hij hier gewoon letterlijk in zo'n struikje zit of zo? Want ik zie geen knop daar. Hey, eerst knoppie zien, dan pas geloven, oké? Alleen moet ik waarschijnlijk gaan klimmen om erachter te komen. Weet je, het lijkt me op zich best wel logisch. Al moeten we hier omhoog. Ik ga het gewoon proberen. Alleen, ik moet even niet falen. Dank je. Oei, oh crap. Nou, ik ben best wel ver eigenlijk. Alleen, ik zie nog geen knop. Ik ben zo bang dat ik ga vallen. Want die jumps zijn best wel pittig. Come on, waar zit die nou? Hoppa, crap. Hey, ik zit nu weer hierboven. En ik zit alleen bij de verkeerde kant, denk ik. Want dat pad loopt wel naar de boom toe. Maar als je eenmaal op de boom bent... Waar is die stinknop? Ik zie letterlijk... Oh, ik zie daar iets rood. Is dat het? Nee, hè? Oh, bruh. Wat is dit nou weer? Deze jump is echt heel pittig, want je moet letterlijk vanaf het hoekje van dit hoofd naar het andere hoofd. Dit is heel naar. Ik wed letterlijk dat dat de truc is. Je moet gewoon die jump halen en that's it. Dat is de truc om deze te halen. Maar ik heb er gewoon heel veel moeite mee. Oh, yes, ik heb de jump gehaald. Yes. Oké, we zijn op de boom. Eindelijk. Nu moeten we alleen nog even die stinknop vinden. In hoop dat hij überhaupt zit. Ik kan hem niet vinden. Oh, ja, het was hem wel. Oké. Level 3, eindelijk. De Grinch. Wait, hallo Grinch, hallo. Ik heb de Grinch nooit gezien. Ik ga even een biegmomentje. Ik heb de Grinch letterlijk nooit gezien. Oh, er zit hier een ladder achter. Oh, dus betekent dat we in de schoorsteen moeten.
Van boven op het dak. Oh, dat is wel geinig. Ik ga dat proberen. Als ik deze nou echt super snel ga doen, weet je. Het was dat ik de parcours gewoon moeilijk vond. Maar het lijkt me wel leuk om deze in één keer te halen. Het is ook best wel... Oeh, het zou leuk zijn als je hier omheen kon. Helaas. Ik moet wel zeggen, ik heb best wel wat ervaring met Find the Buttons. Vooral van het jaar 2013 of zo. En meestal zat de knop aan de buitenkant als het één groot huis is. Maar helaas is dat hier dus niet het geval. Ik wil alleen eventjes de manier vinden om bij die ladder uit te komen. Want er zit daar echt een ladder. En ik wil er heel graag bij komen. En ik zie geen andere manier om daar te komen. Via buiten in ieder geval niet. Hier zit ook niet echt bepaald een knoppie. Nope, oké. Maar hier zit ook niet echt iets, hè? Nee. Oh, ik weet oprecht al gewoon... Oh, nee. Is het letterlijk hier iets? En dan dat er iets open is gegaan aan de buitenkant van de map, zeker. Ik heb een lever opengemaakt. Dat moet al iets doen. Ah, oh, kijk eens aan. Very nice. En nu kunnen we als de echte Santa Claus eromheen. Of erop, hoop ik. Hallo, hoe kom ik hierop eigenlijk? Of moet ik hier een soort jump doen? Bruh, hoe moet je hierop? Dit is toch broken? Ben ik nou gek? Kijk, ik kan hier niet op. Zo klein ben ik niet. Makker, wat is dit nou? Ik neem aan dat het een foutje in de map is. Letterlijk, hij is nog niet zo vaak gespeeld. Ik denk dat hij echt... 80 keer gespeeld is hooguit. Dus er kan heel makkelijk een foutje in zitten. Dus ik ga heel eventjes game mode creative. En dan boom. En dan game mode adventure. En dan ho. Kijk eens aan. Ik neem aan dat ik gewoon nu goed zit. Letterlijk. Het lijkt me heel logisch. Want daar beneden zit een knop. En ik had een puzzel van de ladder opgelost. Ik zal hem wel doorgeven dat hij dit moet fixen. Jack Skellington. Oeh. Wat is dit? Dit is heel creepy. Dit is geen kerst meer. Christmas Town. Oh, dit is heel creepy. Nee, ga je me nou menen dat er... dat was geen jumpscare. Maar dat was wel creepy. Oké, hallo. Jij bent een knop. Jij doet helemaal niks. Oké, nice. Dit is weer parcours. Wat is dit nou weer? Oké, gaan we hierop? Kunnen we hierop? Ik moet hier op het dak zien te komen van dit gebouwtje. Dus, oh, wacht eens even. Kan ik vanaf hier, kan ik parcours... Dit is niet eens een Find the Button map, man. Dit is gewoon een parcours mappie. Oei, kijk eens aan. En dan zal die waarschijnlijk wel hier de boom zitten. Oh, man, deze levels zijn echt zo easy. Hier, dan zit hij ook zeker ergens in de sneeuw. Maar dan moet je echt van een hele specifieke kant pieken. Oh, wat een makkie dit. Kijk nou. Hoppa. Hier, ik ga die 10 minuten van de video niet eens halen, joh. Hier is een knop. Maar wacht even. Mr. Claus. Nou, dat gaan we dus eventjes niet doen. Ik wil gewoon eventjes de knop halen die waarschijnlijk daarachter zit. Oh, het is weer parcours. Oh, nee. Waarom doen ze dit nou de hele tijd? Het is toch geen Find the Button map? Je moet toch helemaal niet zoeken als je alleen maar hoeft te parcouren. Het is heel duidelijk waar ik nu heen moet eigenlijk. Dat is een beetje het ding. Nou, gaan we hier eventjes op. Weet je, ik heb dit allemaal geleerd van mijn eigen parcours, hè. Mijn eigen parcours in mijn eigen survivaltje. Die heeft ook gewoon zulke zieke skills. En die benut ik gewoon eventjes hier. Kijk nou, hoppa. Joke's on you, it's not here. Nou, fuck. Maar waar dan wel? Kunnen we ergens van een bepaalde manier de button nu zien? Oh, er zit daar een sign achter met... Oh, dang it. Oh, you sneaky, sneaky, sneaky. Madapoepa. Oh, wacht, dan moet ik wel hierop kunnen. Oh, maar dat kan niet, of wel? Kan ik hierop? Yes, dat kan. Oké, gelukkig. Net aan. Oeh, Santa level 7. Ja, nu gaan we hard hoor. Nu gaan we heel hard. Kijk, nu moeten we... Oh, maar dit is zo makkelijk, vriend. Wat is dit nou weer? Hij begon zo sterk, hè. Met die lastige puzzeltjes waar ik echt even mijn brein aan het kraken was. Maar nu gewoon niet meer. Alhoewel, ik heb wel moeite met hier op deze ladder komen. Is dit mogelijk? I don't even know. Het lijkt wel mogelijk, maar volgens mij is dit op zich niet mogelijk. Ja, ik zou dus eigenlijk vanuit dit gat, dus daarop en dan daarop en dan daarop en dan daarop en dan zo moeten gaan. Maar je kan niet hoger dan dit. Wat is dit nou weer? Is dit echt een ding dat dit niet kan? Ik bedoel, ik hou shift ingedrukt. Oh, crap. Nee, het werkt niet. Ja, dit is rigged. Game mode creative. Weet je wat ding is? Ik wilde het eigenlijk helemaal niet cheaten. Maar ik heb nu steeds meer de overtuiging dat dingen niet kunnen. Gewoon puur omdat hij het al één keer heeft verpest, weet je wel. Het leek niet alsof deze makker supergoed wist hoe hij mappies moest maken. Oh, alhoewel, hij heeft wel invisible blonks. Dus op zich, ik ben weer overtuigd dat hij dingen kan. Oké, dus we gaan even lekker invisible blonkie. En dan hierop. Ah, nee, dat meen je. Oké, nou, let's try that again. Ah, fiets. Vanaf hier gaan we gewoon weer opnieuw proberen, oké. Dat is wel zo eerlijk. Gewoon even een checkpointje ervan gemaakt. Oei, oh crap, oh god. Oh jemig, oké, we moeten helemaal daarheen. Hier zijn dus ladders blijkbaar. Ook goed op gelet. Oké, dus vanaf hier moeten we dan naar beneden? I don't even know. Kan ik hier de knop vanaf zien?
Nee, ook niet. Heb ik een jump gemist? Ik weet het niet. Oké, nou, ik heb in ieder geval... eventjes kijken. Ik had tijdens het omhoogvliegen hier iets gespot. Er zit hier dus een gat met een lever. Die moet je dus omhalen. Dus dat moet vanaf hier. En dan is er waarschijnlijk hier beneden iets open gegaan, of niet? Er moet sowieso iets gebeuren. Ik neem aan dat het hier aan de zijkant is gebeurd. Of is dit nu gefixt? Aha! Hij zat gewoon aan de zijkant. Oh, heel smerig. Oké. Present. Nou, waarom is het gewoon echt een parcours? Ik blijf er elke keer om zeuren. Ik moet niet zeuren, weet je. Het is een cadeau die ik heb gekregen waar ik heel blij mee moet zijn. Maar het is wel easy, lazy parcours. We moeten hierin dus blijkbaar. Oh, er zit hier een carpet. En er zit slime onder. Oh, dus we moeten daar een slimeblokje gebruiken om ergens op te komen, of niet? Moet dat vanaf hier? Dat is een beetje de vraag. Kijk eens. Oh, yeah. Yo, dit is best wel next level Duncan skill, hoor. Want, en dan moeten we hier naar beneden. En dan is hier waarschijnlijk de knop ergens, of niet? Boom, gaan we rechtsom. Gaan we hier gewoon even dat gras door. Oké, nog niks. Nog niks. Oh, de ladder. Oké. Nou, als hier de button niet is, dan geloof ik het ook niet meer, hoor. Lol, it's not even up here. Nou, eigenlijk geloof ik daar dus geen ene moer van. Ja, hoor. Waarom deed ik dat zo goed eigenlijk? Dat was echt instant dat ik hem goed had. Oké, hey, weet je, we werden gebamboezeld. Oh, mijn god. Ik heb gelijk een lever. Dat is wel heel relaxed. De oudste trick in het spel, man. Weet je, je kan daar geen levers gaan plaatsen en doen alsof ik echt een malle makker ben. Weet je, dan kunnen we hier gelijk het dak op. We hoeven niet eens in het huis. Wedden? Hier zit gewoon ergens die knop. Tenminste, dat hoop ik eigenlijk. Zou het hierin zitten? Nee, hè? Nee, dat is te obvious. Ik ben oprecht. Ik wil heel graag niet naar binnen. Ik heb het idee dat die wel binnen zit dan nu. Of, zoals eigenlijk eerder, dat er bepaald sneeuw is geruimd of zo. Waardoor de knop nu zichtbaar is. Alleen ook die candy cane jump is ook weer heel suspicious. Oh, wacht. De deur moet trouwens open. Hoe doen we de deur open? Oh, dan moeten we natuurlijk via de schoorsteen. Maar die schoorsteen zit dicht. Is er een gat in het dak? Oh, er was gewoon een gat in het dak wat ik niet eens heb gezien. Oepsie. En hier is de knop. Nee. Nee. Dat was zo makkelijk, man. Ik ga er echt doorheen als een malle moedo. Oh, is dit die andere Santa all over again? Dat we gewoon weer moeten parcouren voor een knoppie en... Dan is het echt wel een matig mappie, hoor. Tjonge. Nou, weet je, het ding is... In 2014, toen ik heel actief Minecraft speelde... Toen waren de tijden anders. Toen besteden mensen nog heel veel tijd in hun mappies. Deze is wel van dit jaar. Dus dat was wel heel fijn. Want ik heb het idee dat tegenwoordig wel minder Minecraft maps worden gemaakt of zo. Maar, I don't know. En betekent dit dat ik trouwens een map van een kijker terug ga brengen? Dacht het dus even niet. Ik heb heel veel oude afleveringen of mappen nog liggen van Map van een Banaan. Dat was destijds de serie wat ik toen deed. Iedereen had toen zijn eigen Map van een Kijker serie en ook zijn eigen bijnaam voor de kijkers. Dus je had dan Map van een Game Meneer of zo. En Map van een Tijger en al die gekke gozers die dan een eigen parcours ding gaan doen. Oh, moet ik hier een ladder jumpje gaan doen? Oké, ja, prima. En nog eentje. Easy. Oké, dan moeten we hier omheen. En dan moeten we zo... Oh, we kunnen hier naar binnen. Oh, wij gaan hier naar binnen, 100%. It's in the snowman's head. Nou, ik weet niet of ik jou wil geloven. Is het niet hier ergens anders nog in de buurt? Ik check het even, hoor. Nou, weet je wat? Dan gaan we wel eventjes naar zijn hoofd toe. Weet je, als ze een hint geven, dan vind ik het prima. Oh, we gaan weer met de glass jumps. Oh, hier hou ik dus echt niet van, hè. Oké, die ging bijna fout. Oké, we kunnen in de sneeuwman zijn hoofd. Is hier een knoppie? Ik heb een knoppie besteld. Ik begin te twijfelen aan de geloofwaardigheid van deze rakker. Oh, hey, hij knippert. Dat is wel cute. Oké, maar waar is die knop? Ik snap het niet. Is het achter de glass panes? Als je naar boven of naar beneden kijkt. Nee. Het is helemaal nergens. Ja, nee, ik moet nu terug. Ik moet wel. Als het hier niet zit, dan zit het ergens anders. Of ik ga nog eventjes loeren aan de buitenkant van zijn neus. Misschien telt dat nog mee. Nope. Oké. Okay. Oh, nee. Dit meen je. Oh, dat is zo dirty. Nee, wat is dit? Is dit scaffolding? Is dit een ding? Is dit echt een ding? Thanks for playing. Your game has been updated to spectator mode. Kunnen we eventjes lekker kijken hoe stom deze map was. Ah, dit waren ze dus. Alle levels. Oké. Naast een village. Interessant. Nou, dat was wel een geinig mappie. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Wat ga jij dan met kerst? Laat het weten in de comments. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken van deze video. Doe natuurlijk even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je meer wil zien. En dan pas wens ik jou een fijne kerst als je geabonneerd bent. Want als je niet op mij geabonneerd bent, stik in je huid. Dat meen ik trouwens niet, maar ja. Doei.